Yo guys, Job hier, aka de Tuber. Welkom bij Design It in Roblox. Vandaag is het thema wat wij opgegeven hebben gekregen, zombie. En dat is een vrij lastig thema, zou je wel kunnen zeggen. Tenminste, dat weet ik niet, daar gaan we achter komen. Laten we gewoon beginnen met ons haar. De vraag is eigenlijk meer, heeft een zombie wel haar? Dat kan op zich, ik bedoel, ik heb wel eens een keer een zombie gesproken. Nee, ik heb eigenlijk nooit een zombie gesproken. Weet je wat? We proberen er gewoon het beste van te maken. Laten we anders een beetje een vrolijke zombie maken. Dat is op zich best wel een goed plan. Dit lijkt meer een beetje op een soort van soft ijsje wat op iemand zijn hoofd is gedrukt. Is niet echt mijn ding. Kom op, Job. Denk na. Een zombie. Hoe ziet de perfecte zombie eruit? We hebben 3 minuten de tijd. We moeten wel een beetje haasten. Oh, dit is eigenlijk best wel heel erg vet. Eigenlijk wil ik deze wel gebruiken. Ik heb dan nog 3000 over. Het zou moeten lukken, right? Nou, gezichten. Even kijken. Dit zijn niet echt gezichten. Dit zijn meer brillen en zo. Die heb ik niet nodig. Arms. Dingen die ik op mijn arm wil hebben. Op zich zouden hoofden wel logisch zijn. Want een zombie die killt namelijk iedereen. Dus dat zou op zich moeten kunnen. Of deze dingen. Ik weet eerlijk gezegd niet waarom je die op je arm zou willen hebben. Maar oké, pompoen op je arm. Het kan. Je nek. Ja, ik vind het echt lastig. Een zombie. Ik moet even een gezicht hebben. Maar waarom zie ik gezichten hier niet staan? Hoort dat bij wat? Body? Ja, hier zo. Oké, nice. Oh, dit is eigenlijk wel de perfecte natuurlijk. Dit is eigenlijk wel de perfecte. Hij kijkt daar zo van... Alsof hij op zoek is naar een lekker stukje brein. Maar dat zou ook wel een andere moeten zijn, right? Die er een beetje hetzelfde... Deze is letterlijk hetzelfde. Alleen is letterlijk 100 keer goedkoper. Gewoon puur omdat het speeksel wat er uit zijn mond komt niet groen is bij die. Maar is er niet een ander soort van zombie iets? Wat toch net iets meer bij het hele zombie gebeuren in de buurt komt? Ja, dit is precies wat ik nodig heb, jongens en meisjes. I like it. Of ja, I like it. Het lijkt me niet heel erg fijn als je broertje of je zusje... er zo eng naar je kijkt, 's ochtends. Maar alsnog, we doen ons best. Nou, kleding. Dat is een lastige. Nou ja, tenminste, dat zeg ik wel. Maar misschien ook niet. Wat is bijvoorbeeld dit? Of dit? Ik heb heel erg veel verschillende soorten... Oh, wacht eens even. Wacht eens even. Ja, ja, ja. Ik denk dat ik hem heb gevonden, hoor. Skin color. Ja, dat is eigenlijk de vraag. Ja, ik ga gewoon even meerdere soorten skin colors unlocken. Want ik wil namelijk groen. Dat is de kleur die ik eigenlijk heel erg graag zou willen. Maar is groen er wel? Dat is natuurlijk een beetje de vraag. Of is groen er niet? Kom op, groen moet er toch wel zijn. Als schilder is... Ja! Jongens en meisjes, ik heb een zombie gemaakt! Nice! En ik heb nog 3000 over! Ik weet niet waarom ik dat met zo'n hoge stem zei. Ik bedoel, hey, ik ben geen gillende keukenmeid. Maar ik heb nog wel wat geld over. Dus misschien kan ik een dier... Ja, jongens en meisjes! Dit is hem sowieso. Dit is hem sowieso. We kunnen ook een font unlocken voor zeg maar de naam die erboven staat. Ik noem hem Dinnerbone. Ja, dat vind ik een leuke naam. Dinnerbone. Zo. Het is een Minecraft naam. Of ja, Minecraft naam. Een naam gerelateerd aan Minecraft. Ik vind hem in ieder geval heel erg tof. We hebben hem Dinnerbone genoemd. Wat kunnen we nog meer doen? We kunnen aan onze houding kunnen we wat veranderen. Dit is de allerduurste houding. Waarom is die duur? Oh, dan zweef ik. Dat is amazing. Dat gaan we sowieso doen. Dat gaan we sowieso doen. Dan kunnen we nog een effect om ons heen hangen. Ik vind een roze vind ik niet zo toepasselijk. Als het nou groen was, alsof het zo stonk naar een of andere verrotten huid. Dat klinkt echt heel erg smerig. Dan was het wel perfect geweest. Maar ja, dat is niet echt het geval. Ja, nu is de vraag. We kunnen wel iets op onze rug doen misschien. Iets wat een beetje toepasselijk is. Oeh, ik vind dit er eigenlijk wel heel erg tof uitzien. Of hebben we nog iets anders wat er nog beter bij past? Ik zie niet echt heel erg vaak een zombie met toiletontstoppers op zijn rug. Misschien dat hij zijn half dode toilet wil ontstoppen, maar dat lijkt me sterk. Misschien nog iets op onze arm? We hebben daar nog wel enigszins geld voor. Maar ik weet niet echt zo goed wat. Nee, weet je wat? Ik vind hem prima zo. Ik heb het idee, en ik weet het niet zeker... Oh nee, laat maar. Ik zie hier al iemand die er veel beter uitziet. Are you freaking serious right now? Ik zie hier iemand die er echt werkelijk waar fantastisch uitziet. Dat is niet normaal. Alleen het hele voting systeem is een beetje gebukt. Want ik sta hier namelijk gewoon letterlijk in de middle of nowhere te vliegen. Maar ik vind mezelf er wel gruwelijk uitzien. Kijk, deze hier, die jullie naast me zien. Dat is denk ik een beetje mijn grootste concurrent. Want die heeft namelijk echt een soort van zombie hoofd. En hij heeft een of ander hoedje op wat mensen meestal dragen wanneer ze afgestudeerd zijn. Dus misschien is hij afgestudeerd in ondodenkunde. Is dat een vak op school? I don't know. Nou, we gaan in ieder geval nu als het goed is achterkomen wie de winnaar is. En daar ben ik natuurlijk heel erg benieuwd naar. De boel is nog steeds een beetje gebukt, maar we zullen het nu wel gaan zien.
Let's go. Wie is de winnaar, jongens en meisjes? Ik hoop dat ik in ieder geval in de top 3 ben beland. Dat zou ik fantastisch vinden. Ik ben de eerste geworden! Ik ben de eerste geworden! Als een baas! Oh my god. Het systeem bukte een beetje in het begin. Waardoor ik zeg maar niet de mogelijkheid had om te stemmen. Maar ik ben wel eerste geworden. Ja, ja, ik ben wel eerste geworden. Dat vind ik toch wel heel erg nice. Over 13 seconden gaan we weer beginnen met een nieuw potje. En mijn streef is eigenlijk om nu weer eerste te worden. Ja, ja, jongens en meisjes. Ja, ja, jongens. Ik moet hier even een screenshotje van maken, hoor. Het is zo incidenteel dat ik win. Oeh, zwart en wit. Oké, dat is op zich best wel... Je hebt zeg maar zo'n gezegde van mensen die alles zwart-wit zien. Daar bedoelen ze zeg maar mee dat mensen heel erg radicaal denken van of het is niks aan of het is heel erg leuk. Maar ze kunnen niet echt een andere manier hebben van denken. Alleen, alles bukt bij mij helemaal op dit moment. Ja, oké, het is gelukt. Nice. Nou, daar gaan we. Laat ik beginnen met weer even alles uit te doen. Want ik bedoel, een zombie lijkt mij niet heel erg toepasselijk op dit moment. Nice, oké, ik zie er... Een beetje apart uit. Ik lijk op een misvormde plankton of zo. Maar zwart en wit. Ja, ik vind het lastig. Maar tegelijkertijd denk ik dat dat op zich wel moet lukken. Ik ga gewoon even kijken bij kleding. Zullen ik eerst even kijken of ik misschien mijn houding iets wat wil aanpassen? Nee, wacht. Ik moet even kijken. Body. Zo. Even kijken. Ja, eerst even een gezicht. Ja, ik denk eerlijk gezegd. Wat staat onderaan? Is dat de duurste of niet? Dat zijn wel degene die ik nog nooit eerder heb gezien. Ja, kijk. Weet je, de gezichten zijn sowieso van zwart en wit gemaakt. Dus dat is maar gewoon wat ik zelf... Panda. Hey, dat is misschien een goed idee. Een panda is namelijk zwart en wit. Nou, ik ga sowieso het panda gezichtje dus in ieder geval doen. Ik wil eigenlijk ook wel weer even een speciale houding aannemen. Ik denk dat ik weer de vliegende houding ga doen. Die doet het denk ik sowieso wel heel erg goed. En dan doe ik een pinguïn erbij. Want hey, een pinguïn is zwart-wit. En ik noem hem Pingu. Pingu, zo vind ik een leuke naam. Hopsakeetje. Nou, oké, cool. Of kunnen we twee dieren doen? We kunnen twee dieren doen, of niet? Nee, we kunnen maar één dier doen. Oepsie. Zo, je bent weer terug. Moet ik weer even je naam geven? Pingu. Hops, oké. Het zou wel leuk zijn als je twee dieren kon doen. Ja, nou, gezicht, dat hebben we al. Dan komen we nu aan bij kleding. We kunnen natuurlijk ook morfen in iets. Misschien zien we er iets bij zitten wat al zwart en wit is. Of ik doe dit. Oeh, dat is op zich ook wel nice. Alleen ja, is het dan natuurlijk niet... Wacht even. Ik kan natuurlijk een witte huid kiezen, of niet? Ja, ik vind het echt heel erg naar dat ik zeg maar elke keer moet klikken. En dat ik zeg maar niet in één keer gewoon kan selecteren welke kleur ik wil. Dus ik moet nu gewoon net zo lang klikken totdat ik bij wit aankom. Dus geef mij alsjeblieft een witte huidskleur. Of een, ja, oranje of een paars is ook goed. Maar in dit geval wil ik graag even een witte. Kijk eens aan, fantastisch. Nee, dan gaan we deze wegdoen. Is er niet iets anders wat wel toepasselijk is op een bepaalde manier? Wat is dit? Dit ziet er denk ik heel erg raar uit. Aan de andere kant... Past me wel. En het is zwart-wit. Oké, laten we dat gewoon doen. Dan hebben we nu een zwarte of een witte broek nodig. Ja, of dit. Dit is eigenlijk ook wel een beetje zwart-wit natuurlijk. Je hebt een wit pak en je hebt van die zwarte tekens. Dus dat past er op zich wel bij. Ik wil er gewoon zo zwart-wit mogelijk uitzien, jongens. Dat is even mijn soort van doel. Een pet. Kijk, dat kunnen we vast ook wel zwart-wit krijgen. Dan vind ik deze op zich wel heel erg nice. Die is echt heel erg zwart-wit. Maar ik heb nog superveel geld over. Dus ik zou op zich nog wat heel speciaals erbij kunnen krijgen als ik dat wil. Deze ook zwart-wit op zich. Maar ik vind dat papieren hoedje vind ik wel op een of andere manier aandoenlijk. Ik zie er wel heel schattig uit met zo'n papieren hoedje. Alsof ik de krant niet kon lezen. En ik dacht van weet je, dan maak ik er wel een hoedje van. Onze nek. Ja, ja, ja. Misschien is daar ook wel iets voor te vinden. Het is niet echt zwart-wit. Dat is gewoon een sjaal. Deze is ook niet echt zwart-wit. Oeh, wacht eens even. Ja, dit zie je amper. Dat heeft eigenlijk geen zin om te nemen. Nou, misschien iets op mijn armen wat van zwart en wit is. Misschien een zwart-wit beest voor op mijn armen. Ja, deze is op zich best wel heel erg zwart-wit. Begint erbij in de buurt te komen. Dan zou ik eerder deze nemen. Die is ook wat duurder. Dat is een beetje een speciale. Laat ik die nemen. Dat vind ik fantastisch. Iets wat we nog om onze nek kunnen hangen. Ik ga er nog even één keer langs, want ik weet zeker dat er wel iets moet zijn. Ja, dit ziet er gewoon heel erg raar uit. Je ziet hem namelijk amper, dus dat heeft geen zin. Haar? Heb ik eigenlijk haar genomen? Ik geloof het niet. Is er überhaupt... Of is het... Nee, dit is allemaal brillen en zo. Is er iets hier wat op een of andere manier wit is? Ik kan een baard nemen. Ik kan een baard nemen. Dat ziet er op zich wel leuk uit. Vooral omdat die baard er namelijk gewoon onderaan mijn shirt weer uitkomt. Dus ik ben echt een wilde haren fan. Mijn haren mogen overal naartoe groeien. Oké. Ik ben even aan het nadenken. We kunnen nog één dingetje op ons hoofd doen. Ah, kijk. Hier zijn de haren. Maar heb je ook witte... Of zwarte haren. Ja, het komt een beetje uit het hoedje. Dat vind ik er een beetje raar uitzien. Nee, weet je wat jongens? Ik denk dat we kunnen nog iets op onze rug doen natuurlijk. Dan zou eigenlijk deze... Wat is het allerduurste die we kunnen nemen? Ik zag net wel een hele mooie. Even kijken. Deze is ook wel heel erg mooi hoor.
Ja, dit ziet er mooi uit. Maar misschien vind ik deze nog mooier. Deze hier zo. Dan moet ik even deze wegdoen. Dan doe ik deze. Ja, dit is... Oeh, deze is epic. Ik denk dat wij zojuist het allerbeste zwart-wit personage ooit hebben gemaakt. Ja, tenminste, dat is altijd nog een beetje de vraag, hè. Want je weet maar nooit. Zometeen ga je natuurlijk de andere mensen zien. En dan kan het maar zo zijn dat we achteraf denken van... Oeh, ik had het wel iets anders voor me gezien. Oeps, ben ik nou mijn... Ik ben nu mijn rare kostuum een beetje kwijt. Het ziet er op zich wel leuker uit misschien. Ja, dit heeft wel wat. Nou, ik denk dat ik klaar ben. Ik heb ook niet meer echt iets wat ik kan nemen. Nee, ik kan niks meer nemen. Dus we zijn klaar. Dus submit design. Wij hebben ons eindresultaat. Dit is hoe ik eruit zie. Oh gosh, ik zie heel veel mensen die gewoon een kung fu pakje hebben aangetrokken. Maar ik zie niet echt iets heel speciaals. Oeh, oké. Er staat iemand naast mij die het ook wel heel erg goed heeft gedaan. Als ik eerlijk moet zijn, is de winnaar... Oeh, die is slim geweest. Dat meisje wat naast mij staat heeft echt een beetje dezelfde mindset als mij. Ze heeft namelijk letterlijk precies hetzelfde diertje gekozen. Ze heeft precies dezelfde vleugels gekozen. En ze heeft ook een beetje een soort van kostuum wat heel erg zwart en wit is. Dus ik ga voor deze. Ik vind namelijk dat ze het heel erg goed heeft gedaan. Ik weet eerlijk gezegd niet wat dit meisje van plan was. Ik geloof dat het thema zwart-wit was. En niet roze, oranje, geel, weet ik van wat voor kleur ik allemaal wel niet zie. Oké. We hebben al 1 keer gewonnen in deze video. Hoe vet zou het zijn als we nu winnen? Hoeft niet per se, maar nog een keer in de top 3 terecht zouden komen. Let's go. Let's go. Let's go. Ik ben 3rd geworden. Nice. Oké, ik moet zeggen jongens en meisjes. 1 keer eerste worden, 1 keer 3rd worden. En dat allebei in dezelfde video. I think it's amazing. Ik ben... hartstikke blij. Nou, ik moet ook zeggen, jongens en meisjes, ik vind dit misschien toch wel even de meest epische Roblox outfit die ik in tijden heb gezien. Ik vind mezelf er gewoon gruwelijk uitzien. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Smash even een like op deze video als jullie dat nog niet hebben gedaan. En tot de volgende keer. Adios.